Ik heb een nieuw visje. Een wit met aan het uiteinde van de vinnen zwart. Blijkbaar op camera iets minder te zien dan in werkelijkheid. Maar dat is het formaat van de visjes zoals ik eigenlijk de andere ook allemaal heb gekocht. Op Spotty na. Spotty, dat was ineens een grote. Deze is Momo, maar die is ook gekocht op dat formaat. Whitey ook, maar die heeft oranje erbij gekregen. Lekker ontwikkeld. Jullie krijgen nu het gezelschap van... Ja, ik weet het nog niet. Ik ben nog aan het denken hoe dat die gaan noemen. Maar Trico was even groot dan nu de witte met de zwarte uiteinden. En... ik weet niet waar. Maar Spotty zit er ook in. Ergens tussen het groene. Die, de eerste dagen hong die heel veel bij Nono. Maar nu al 2 dagen zit hij liever tussen het groen. Gewoonlijk als ik de klep even open doe en terug dicht. Dan komt hij wel. Maar dat is nu, jammer genoeg, niet zo. Dat is gewoonlijk. Als je iets wil laten zien, dan lukt het gewoonlijk niet. Even kijken of we... Leuk, hè? De visjes van bovenaf. Ja, Spotty heeft geen zin. Ik heb wel een paar mooie slakken deze keer hier hangen. Hier ook. Spotty. Trico en de nieuwe hangen nu eventjes bij elkaar. Dan kon je echt goed het verschil zien. Kijk. Oeps. Hij is zo groot als een vin van Nono. Geweldig. En het duurt echt niet lang. Onthoud de datum. Vandaag 24 februari. Houd die goed in het geheugen. Je zal zien, op een paar weken tijd haalt hij al een mooi stuk in. Mooi visje. Mooie rode ogen, oranje. En dan een witte vis met ja, toch wel het opmerkelijke zwarte. Hij zit er nog niet zo heel lang in, dus je merkt dat hij heel snel ademt nog. Het is eigenlijk een klein beetje stressteken. Dus ik ga die rustig laten doen. Zodat hij kan winnen. Momo. Whitey, Trico en Spotty. Ik vind het altijd leuk en mooi als je merkt dat zo'n klein visje toch tussen die grote gaat hangen en niet specifiek zijn eigen gaat verstoppen zoals nu Spotty wel doet. Ik ben al blij dat ik hem van de week gefilmd heb, dat hij hem toch ook al hebt kunnen zien. Maar kijk, dat verschil is dus mega. Geweldig, hè? Goed. Laat rusten. En jullie krijgen hem nog wel vaker te zien.